allemaal, vandaag heb ik voor jullie een tag video. Ik ga namelijk de Closet Confidential tag voor jullie doen. Een tag waarin ik allemaal vragen oplos over mijn kast. Dus ik laat items zien naarmate de vragen vorderen. Ik heb alle vragen hier op een kaartje staan. Het zijn er 9 en we gaan beginnen. Oké, als eerste heb ik hier het oudste item. En dat ligt hier naast mij. En dat is deze handtas. Dat is eigenlijk mijn eerste echte iets duurdere handtas. Buiten een handtas van 20 euro of zo. Dus dat was mijn eerste handtas over de 80 euro, laat ik het zo zeggen. Ik heb hem gekocht in Florence, in Italië. Toen we daar op vakantie waren. En ik had daar centjes gekregen om op vakantie te kunnen besteden. Om er iets leuks mee te kopen. Van mijn ouders. En toen zag ik deze in de zolder hangen. En ik heb geen moment getwijfeld eigenlijk. Ik heb hem samen met mama gekocht. En ik vind hem nog altijd fantastisch leuk. Ik denk niet dat hij echt nog heel erg in de mode is. Maar ik hou hem toch sowieso bij. Hij heeft heel veel sentimentele waarde. En zelf vind ik hem eigenlijk echt nog wel heel mooi. Ik vind hem best heel zomers. Het is ook wel echt een zomerse tas met hier stof. En dan hier zeg maar van dat wit nepleer. En dan lekker veel bling bling zoals dat bij Guess gaat. Maar ik vind nog... in het mate van het normale. Want bij sommige andere guesttassen kan het wel eens erger zijn. Dus dat was deze, mijn alleroudste item. De eerste vraag ging over het oudste item. Dus de tweede vraag kan dan bijna niet anders als over het nieuwste item gaan. Daar heb ik eventjes naar moeten zoeken, maar ik heb het dan toch gevonden. En dat is dit jurkje van Boohoo.com. Zelfs het kaartje hangt er nog aan. Dus ik dacht van ja, dat moet dan wel het nieuwste item zijn als het kaartje er nog aan hangt. Het is eigenlijk een jurkje dat ik gewoon besteld had, omdat ik het super mooi vond. En ik heb altijd zo, misschien dat jullie dat ook hebben, als ik een jurkje zoek, dan vind ik er geen. En als ik er niet echt bepaald één zoek, dan zie ik er 100.000 die ik graag zou willen. Dus ik dacht, ik vind deze nu heel mooi en ik ben niet echt op zoek, maar ik heb er toch misschien in de nabije toekomst eentje nodig. Dus laat ik hem maar kopen. Dus ik heb hem besteld. Het is hier van boven zeg maar doorschijnend mesh en dat gaat vrij diep tot in het décolleté, maar niet zo diep dat het trashy wordt. Aan de achterkant is het hetzelfde. En dan loopt hier langs de lijn van je lichaam allemaal pareltjes geplakt, ook in het zwart. En dat vind ik juist heel mooi dat het zwart op zwart is. Vind ik wel classy. Hij is wel mooi qua lengte ook. Hij is niet te kort, komt mooi net boven de knie, dus dat vind ik... perfect in een jurkje. Dus hier iets gewaagder. Maar door zijn lengte vind ik dat eigenlijk wel echt kunnen. Ik vind, je moet altijd een beetje zien. Niet een décolleté en een superkort jurkje. Maar ik draag sowieso niet echt heel vaak heel korte jurkjes. Dus dat komt voor mij al heel goed. Nummer 3 is je duurste item. Wel, deze zullen jullie vast en zeker al eens hebben gezien bij mij. Dat is namelijk deze handtas. Weer wel een handtas. Ik heb echt iets met handtassen. Die heb ik deze zomer op onze roadtrip, die ik samen met mijn vriend gemaakt heb, van Los Angeles naar San Francisco, gekocht in Las Vegas, in de winkel van Henry Bendel. En ja, ik heb 2 maanden gewerkt om mijn reis te kunnen bekostigen en om daar iets leuks ook te kunnen kopen voor mezelf. Want ik wist, in Amerika moet er geshopt worden, dus daar had ik dan ook wel echt voor gewerkt. En toen zag ik deze en ik had eigenlijk niet voorzien dat ik zoiets duurs ging kopen. Maar uiteindelijk met het herberekenen van dollar naar euro en ik kreeg nog eens korting. Want alles wat boven de $150 kwam, kreeg je nog eens denk ik 25% korting. Dus uiteindelijk na heel lange wikken en wegen, we zijn er 3 dagen geweest. Ik heb hem op de eerste dag gespot en op de dag dat we weer weggingen zijn we hem gaan halen. Dus ik heb er echt... heel lang over getwijfeld en uiteindelijk toch gekocht. En ik ben super blij dat ik hem gekocht heb. Ik draag hem met heel veel trots en het is een heel stevige tas. Er is nog echt geen crash op. Ik ben er ook heel zuinig mee. En uiteindelijk kwam hij denk ik op een €270. Dus dat vind ik best wel een heel grote aankoop wat mij betreft. Ik ben iemand die niet zo heel gemakkelijk veel geld in... 1 keer kan uitgeven, dus laat staan voor een handtas. Hoe graag ik het ook wil, maar uiteindelijk heb ik het dan toch gekocht en ik ben er gigantisch blij mee. Nummer 4 gaat over het goedkoopste item dat je echt heel vaak draagt. Dus niet zomaar het goedkoopste item in je kast hangen, want bedoel, dat kan van alles zijn. Ik heb heel veel van die topjes van de Primark die technisch gezien het goedkoopste zijn en die ik eigenlijk elke dag draag.
Maar ik dacht, dat is een beetje saai. Dus, eens kijken hoor. Ik had hier iets liggen, ja. Dat is deze. Dit is het goedkoopste item dat ik echt heel vaak draag. Weer een handtas, valt het op. Dit is een klein heuptasje, klein mini-tasje van de Primark. Ik denk dat die nog geen 5 euro gekost heeft toen ik hem kocht. Zo'n 3 jaar, 4 jaar geleden. Het is nog altijd perfecte... Ja, ik vind hem er nog eigenlijk heel goed uitzien. Ja, hier is een klein beetje verkleuring door... als je hem tegen de jeans... als hij tegen de jeans aanschuurt. Maar ik vind verder valt het heel goed mee. Alleen het tasje aan de binnenkant. Dus je hebt zeg maar hier binnen ook een zakje. Die rits is helaas gesneuveld. Maar dit is iets in de zomer. Draag ik zulke tasjes echt bijna elke dag. Bij het uitgaan zulke tasjes. Ik hou er echt absoluut niet van om tijdens het uitgaan met een gigantisch grote tas rond te zeulen. Nee, het is liefst geen. Dus als ik een broek aandoe, dan steek ik mijn gsm oftewel in mijn broekzak, oftewel houdt mijn vriend die bij. Of stop ik hem in de handtas van een vriendin, als die er wel in bij heeft. En centjes gewoon in mijn broekzak. Oftewel echt zoiets mini dat ik gemakkelijk zo kan dragen of gewoon zo. Iets dat echt niet stoort. En wat ik ook een beetje dat dicht tegen mij is. Want ik ben eigenlijk altijd wel best bang dat er mensen in mijn tas gaan zitten frunken en zo. Want heel veel van mijn vriendinnen hebben het al voor gehad dat er opeens gewoon een hele tas verdwijnt. Omdat ze hem dan ergens neerzetten en dan gaan dansen. En dan draaien ze zich om. Ook al staan we er echt maar een meter vanaf, draaien ze zich om en is die tas weg. Zit daar hun portefeuille in, gsm, alles weg. En dat is echt mijn grootste nachtmerrie. Dus vandaar deze. Dat is echt een van mijn goedkoopste koopjes in mijn kast die ik gigantisch veel draag. Nummer 5 gaat over het beste soldenkoopje dat je hebt gedaan. Dus iets dat eigenlijk heel duur was, waar je echt niks voor hebt betaald. Allee, niks. Je snapt wat ik bedoel. Voor die vraag heb ik dit jasje hier liggen. Het is een Massimo Dutti jasje. En ik was met mijn mama aan het winkelen in Brussel voor mijn verjaardag. En ik zag dit jasje hangen en er was echt gigantisch veel volk in de winkel. En het was de laatste en ik pakte hem zo vast. En allee, ik zag hem hangen en ik dacht van ja, het hangt bij de nieuwe collectie. Het zal wel gigantisch duur zijn. Pff, ik ga hem niet eens passen. Mijn moeder zei, we hebben het, pak hem toch eens passen mis. Kun je misschien ergens anders een iets goedkoper model vinden dat er toch op lijkt. Wat blijkt, ik pak hem vast. Hij is van iets over de 100 euro afgeprijsd naar, ik denk nog geen 20 euro. En toen had ik al zoiets van, ja, oké, dit is al te mooi om waar te zijn. Het zal waarschijnlijk mijn maat niet zijn. Wat blijkt, dit was mijn maat. Echt fantastisch. Ik heb hem niet meer losgelaten, betaald. En ik denk dat het de laatste was in de winkel. Want ik heb niet echt ergens anders er nog zien hangen. En ja, het is een beetje een preppy jasje. Een beetje snobberig. Maar ik vind hem echt heel mooi. En je kan hem heel casual aandoen. Maar net ook heel chic. Dus dat vind ik er wel heel leuk aan. En dat is dus mijn beste koopje van de solde. Verder ben ik niet echt een solde persoon. Aangezien ik niet zo heel goed kan tegen al die drukte. En dan tegen al die kleren op hopen. En dan moet je daar bijna in gaan graven om naar net dat t-shirtje te vinden in jouw maat. En nee, dat is niet echt mijn ding. Maar als ik dan zo toevallig eens iets tegenkom in de solde, ben ik daar wel altijd gigantisch blij mee. Want ik heb altijd het gevoel dat ik voor alles veel te veel betaal. Ik weet niet wat dat komt, ik weet niet wat dat aan mij ligt. Maar ik denk altijd dat ik het meeste betaal van iedereen aan alles. Ik word altijd afgezet. Nummer 6 is de grootste geldverspilling. Wel, daar heb ik dit paar schoenen voor gevonden. Dus zo. Het waren om te beginnen niet zo heel dure schoenen. Ik denk dat ze mij 25 euro gekost hebben. Ik heb ze gekocht op Rue de Brabant. Op de Brabantstraat in Brussel. Dat is een straat met allemaal heel kleine boutiquejes met heel simpele winkels. Met schoenen zoals deze. Dus bijna in elke winkel vind je dezelfde collecties. Maar dan hoe verder je gaat, hoe goedkoper het wordt. Ik denk dat ik er 25 euro voor heb betaald. Maar ik kan er dus absoluut niet op handelen. Ik kan er nog geen meter op vooruit. Ik heb ze toen gepast in de winkel, maar dan waarschijnlijk er niet aan gedacht omdat ik ze zo mooi vond. Want ik vind ze ook echt heel mooi met een jeansbroek en dan met deze glitter, alleen met deze aluminium uitziende hak. Vind ik dat echt heel mooi, maar
ik kan er gewoon niet op wandelen. En dan vind ik 25 euro voor iets dat je nooit aandoet wel veel geld. Dus dit was mijn grootste miskoop. En dan zijn we technisch gezien al bij de laatste gekomen. Hoewel ik vind dat deze uit 3 onderdelen bestaat. Het is namelijk laat je 3 favoriete items van dit moment zien. Dan moet ik eventjes gaan duiken om ze te pakken. Ja, hebben ze. En dat zijn deze. Ik zal ze eventjes laten zien. Deze heb ik laatst bij de H&M gekocht. Ik ben op dit moment heel erg bezig met het heruitvinden van blouses. Ik had er heel veel. En een tijdje heb ik ze dan absoluut niet gedragen. En nu begin ik er terug een aantal te kopen en ze dan in de broek te dragen. Dat is een trend die ik heel veel voorbij zie komen en ik vind dat echt super tof. Dus dat is deze. En hij ziet er ook echt heel leuk uit als je hem in je broek stopt. En dan een leuk riempje erbij. Hij heeft lange mouwen. En hij komt van H&M. Echt super tof. Daar ben ik heel blij mee. Mijn tweede favoriete item is niet echt een favoriet item van dit moment, maar meer een all-time favorite, namelijk dit zwarte blazertje. Ik heb al heel lang een zwarte blazer van de H&M. Deze is ook van de H&M. Maar die had altijd driekwart, die had gewoon driekwart mouwen. En ik vond dat het wel eens tijd werd voor een blazer met normale lengte mouwen. Dus ik heb deze gekocht. Zo ziet hij eruit. Komt van H&M en dit is echt gewoon, ja, ik kan er niet echt veel meer over zeggen. Een basic. Iets dat ik denk elke vrouw wel in haar kast moet hebben hangen. Net zoals een simpel zwart jurkje en een goede jeans. Moet elke vrouw een goede zwarte blazer in haar kast hebben hangen. En bij mij is dat deze. Als laatste een item dat jullie vast en zeker al eens hebben gezien als jullie mijn... Dag uit mijn leven, vlog, heb ik gezien. Het zit allemaal ver vandaag. En dat is deze trui. Ik heb hem echt gigantisch veel gedragen sinds ik hem heb gekocht. En ik vond het ook wel een heel dure trui. Het was 50 euro. Niet iets wat ik zomaar zou uitgeven aan een trui. Maar ik heb Hollands bloed, merken jullie het. En, hij ziet er echt fantastisch uit. Ik heb hem echt al heel veel gedragen. Hij is al heel veel gewassen. En ik moet zeggen, ik maakte mij in het begin echt wel heel erg zorgen over dat hij heel erg ging pluizen. Omdat het toch wel zo'n typische trui is die op den duur gewoon lelijk wordt. Maar dat was gelukkig niet zo. En elke keer eigenlijk, als je hem dus zeg maar 2 dagen droeg, dan op het einde begon dat wel een beetje pluizig te worden. En op dat moment werd ik altijd wel wat zenuwachtig. Van, ja, ik dacht van ja, nu, that's it. Als ik hem nu was, valt hij uit elkaar. Maar net het tegenovergestelde, als je hem wast, wordt hij net weer veel mooier. Ik vind dan dat die pluis hem helemaal weer wegtrekt. Dus als je deze trui hebt, dat is misschien wel echt een tip. Als je hem wast, ik denk niet dat mijn moeder hem zo strijkt. Ik denk gewoon wassen. En dat dan de pluis weg is. Dus dat was het. Laat me zeker weten wat jullie van deze tag vonden. Als jullie... nog vragen hebben trouwens. Ik wil graag een Q&A doen. Dus een antwoord- en vragenfilmpje. Laat dan al jullie vragen zeker achter bij de comments. En dan ga ik die beantwoorden in een filmpje. Aangezien ik merk dat daar toch wel veel vraag naar is. Dus dat is dan iets dat ik ga doen. Dus vergeet zeker niet te abonneren. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vindt. En dan zie ik jullie de volgende keer. Bye!